Achter tevoren. Mijn kamer heel cool is. Ik ga zo meteen ook dus de was aanzetten. En ik wou dus net eigenlijk zo meteen even naar de blauwe kamer toe. Eerst even een route opzoeken. Want ik had... Dat ben ik dus. Ik loop nu in de blauwe kamer. Die navigatie stuurt hem de hele verkeerde kant op. Ik moest omdraaien, want de stuk was afgesloten. Maar ik heb het allemaal een stukje gehoord dat ik dit kan lopen. Dus ik heb nu de routekaart op mijn telefoon opgestaan. En ik ben hier al eerder geweest met mijn moeder. Maar dat is al weet ik van twee jaar geleden. Dat ik hier voor het laatst was geweest. Dus het is nu hartstikke lekker weer. Ik heb wel een korte broek aan. Ik had schoenen meegenomen. Bewust. Slippers heb ik wel aangetrokken. Toen straks. Maar die laat ik straks lekker even erin zitten. Vest had ik wel aan. Want op de scooter is het best koud. Met hoe heet het toch even hoor. Weet het, met een korte broek en slippers. Omdat je best veel wind vangt. Het is lekker rustig hier. Dus ik ben benieuwd of ik eindig ben hier. Denk je niet, want ik denk dat omdat het best lekker weer is, dat er heel veel mensen lopen. En weet je, ik ben nou toch vrij in de middag. Ik denk van, kan ik hele leuke dingen weer doen voor jullie. Jullie willen dat ik vaker erop uitga. Nou, dan ga ik dus nu. Dus ik ben nou benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik ga zelf de route er weer bij pakken. De scooter sluit half wel naar handen, want niet dat ik ergens kwijt ben. Want ik kan niet meer naar huis. En dat is niet wat we willen natuurlijk. Dus kijken waar ik nu naartoe moet. Ik zit te kijken naar die route die mijn moeder laatst mij mee had gegeven. Of ik doorgestuurd had, maar het is een beetje een ingewikkelde route. Ik snap nou niet hoe, want anders ga ik het gewoon eens een keer met haar samen doen, weet je. Maar ik vind het wel een beetje vreemd verhaal. Dus zie ik wel hoe ik loop. Want hier ergens zou het moeten liggen, zeggen ze. Dus anders ga ik gewoon even bellen. Nou, ik loop dus nu hier. Mijn moeder zegt dat ik nu op een goede plek ben. Ik ga even mijn telefoon wegstoppen zo. Dat ik nu op de goede plek loop, want ik stond net dus straks een beetje dalig achter. Zeg maar aan de overkant, daar verderop is een brug. Waar je hebt gezien waar ik er overheen liep. Nu loop ik dus aan de overkant, daar zijn mijn moeder. Mooi weer. En dan moet ik oppassen dat ik niet mijn nek breek. De situatie kennen jullie denk ik vast wel. Het is kloot dat ik nog geen wandelschoenen bij heb. Die staan bij mijn ouders thuis. Maar ergens verderop moet een uitkijkpost zijn, zei mijn moeder. En dan zou ik er moeten zijn. Kijk, daar. Gewoon een stukje terug. Tot de hele verkeerde kant op. Zie je nou, mijn moeder stuurt me de hele verkeerde kant op. Je hebt één, dat is vanuit de parkeerplaats. Dus als je links gaat, dus het over het bruggetje. Ah, nou snap ik hem. Even nadenken. Zo krijg ik ook wel gelijk een kleurtje. Dus ja. De rechts is een paadje, de brug. Even kijken, want ik kom ook nu richting die brug. Bij de brug ga ik
Ik loop normaal achterstevoren, maar dan buiten het achterstevoren dan, want het is, ik vind het een beetje een rare route, eerlijk gezegd. Dus ja, want er verderop zie ik wel een steenfabriek ding staan. Dus nou, eindelijk loop ik op een wandelroute. Ja, maar ik doe hem naar achterstevoren. Maar oké. Gaan we een beetje autistisch doen. Of niet autistisch, achterstevoren route lopen. Soms voel je wel branden. Ja, dat was gisteren ook al gezegd. Ik ben benieuwd of ik nou verbrand of niet. Ja, mijn schouders niet zo, maar nu niet, maar kan. Het zou een wonder moeten wezen als dat zou gebeuren. Maar ik dacht van, ik ga maar gelijk naar buiten. Als ik klaar ben met mijn werk, weet je. Dan ben ik niet zo moe. Misschien vanavond wel moe. Maar ja. Lopen lekker gewoon. We kunnen ook dus koeien en wilde paarden tegenkomen. Ik ben benieuwd hoe ze doen. Oeh, het is warm. En ik ben volgens mij de echte enige tot nu toe die hier loopt. Want er zijn er een heleboel. Nou, waar net ik een verzand of zo fotograferen ging niet. Want mijn camera deed niet helemaal wat ik wou. Hier zie je wel heel veel van die keutels en zo. Maar ja. En daar je. Maar ja. Ligt hier vol met stroom. Het is opletten geblazen. Dus ik kan niet altijd even in de lens kijken. Weet je, omdat hij stond ken liggen. Maar ja. Het is warm. Ik weet niet hoeveel graden het nou is. Ik denk 23, denk ik. De telefoon even een andere zak doen. Dan heb ik dat niet, dat ik erbij loop te handelen. Ik heb mijn scooter niet op vlog gezet, maar omdat je meer scooters zag. Nee, dat hoeft dat niet. Dan kunnen ze kiezen uit welke scooters ze nemen. Mijn scooter zit niet zo bijzonders in. En daar heb je ook niet zoveel aan. Dat het is een 30 kilometer. 45 kilometer, dus. Maar als ik nou aan het strandje ga liggen, ben ik zo bij nooit aan me verbrand. Maar ja, ik moet nu een kleurtje op bouwen onderlaag voor Spanje eventueel. En anders heb ik al gewoon voor Nederland. Ik denk dat er niet heel veel verschil zit tussen de zon Spanje en Nederland. Maar toch. Of het nou de Wageningen zijn of Rhenen. Nou jongens, ik probeerde te zoeken, maar hoe je daar aan de overkant kan komen, geen idee. Ik wil een tunnel door met volgende stond, gaat verdammen. Dus ja, ik doe dat maar eens een keer met mijn moeder samen, want dit is niks. Nee, dit is echt geen goede locatie om daar te gaan urbexen, want ik weet ook niet hoe ik daar naartoe moet komen. Die route staat uitgestippeld, maar het is niet zo duidelijk als je denkt van het is kwart voor acht en na acht gaat met mijn vriendin samen, ja, vrienden van huis gaan ze mij samen naar de ijs, naar de Italiaan hier, we gaan een ijsje eten. Daar ben ik weer, het is weer bijna nu echt bedtijd eigenlijk voor mij, ik ben 9:30 geweest. Ik heb een ijs gegeten, ik heb het niet gefilmd. Maar ja, hoeft ook niet iedere keer. Ik heb lekker ijsje op. Oreo met Oreo cookie met aardbei in een bakje. Dat was lekker. Alleen ik moet zo mijn pyjama aan gaan trekken. En mijn lenzen uitdoen. En ja, zo ga ik naar bed. Ik begin ook een beetje moe te worden. De bedtijd is voor mij echt aangebroken.
Dus ja, ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe gewoon een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe vlog weer.